What's up, beste kijkers bij het kanaal van Mace Stormtroopsizer. Vandaag weer verder met Star Wars The Force Unleashed op Raxus Prime. Bij het kamp van de Rodian Scavengers. Daar zijn we nu aangekomen. Ik heb net een gouden kristal opgepakt. Dus dat gaan we eerst even aanpassen. Geel. Goud. Even checken bij de Force upgrades. Nou, genoeg voor een nieuwe Force talent. Resilience. Doen de aanvallen wat minder schade. Eskimo's. Een Sith Slash. Ik weet niet precies wat dat inhoudt, maar dat zal ik ze even uitvogelen. Niet echt. Dat is deze dus. Gebruik linkermuiskop 2 keer Q. Krijg een flinke slash. Ze hebben het hier een mooi aan optrekje gebouwd. Kan ik zien. Ik heb het alleen net de vernietiging even ingeholpen. Au! It burns us. It burns us! Ik ben Bullet Smeagol. Ah, er zijn nog een paar over. Ja. Nice. In de praktijk werkt het heel goed. Daar is een holocron. Force combo sfeer. Maar die hebben we net allemaal opgemaakt. Beetje leeg hier, maar daarvoor komen we niet. Hiervoor. Die power generator daar zorgt ervoor dat de kracht wat van er net uit zou gaan. Dan kunnen we erdoor. Ah, poor little Jawas. Auw. Een van die Jawas die gooide een granaat. Waar zit dat kleine? Ah. Oh, dat zijn van die grappige beestjes. Oh, compressed yellow. Als je graag een andere kleur in het licht vaart willen zien, schrijf dat dan gerust in de comments. We hebben nu 3 kleuren, geel, rood en goud. En rood en geel, die kunnen nu in 2 variaties. Het is maar wat jullie het mooiste vinden. Maar, laat het dus vooral weten. Ik wil het zo leuk mogelijk houden. Waar zit die eikel toch? Ah, daar. Klinkt wel alsof je gekiedeld werd. Oké. Zijn er nog een paar? Die struikelde toen blijkbaar over zijn eigen voeten. Zapper de zapper 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 zapper. Oké. Nu bewegen we die generator van de ene kant naar de andere. Bijna. Ja. Dat werkt. Oké. Alleen is net een wat nieuw schorum gearriveerd. Dus daar moeten we vanaf. Weer een paar nieuwe. Maar die komt natuurlijk niet op ons af. Dus we hoeven geen zorgen over te maken. Hier ligt nog een holocron. Force talent sfeer. Als het goed is, is die nu leeg.
Dat is handig, je kan er nu twee tegelijk verzeppen. Zo. Terug naar ons oorspronkelijke doel. Er zijn een hoop nieuwe gearriveerd welke weg was. Daar nog een Java. Oh, nog eentje. Auw. Dat voorsliding is echt fucking handig. Zal later ook nog veel van pas komen. We komen nu bij het wat gevaarlijke gedeelte van Rex's Prime. Kasdan Paratus, zijn gedeelte. Hij gebruikt robots met behulp van de Force. Deze bijvoorbeeld hebben ze nu niet kunnen demonstreren. Kunnen je Force-balk leegzuigen als je ze niet snel weg had. De bedoeling is bij dat die brandende motor te komen en de brug neer te laten. Gaan we ook doen. Auw! Kijk uit. Scrap Guardians. En klaar. Scrap drone. Zo, nu deze. Hij komt nu pas echt tot leven. Nog even en we kunnen die balk ombuigen als hij zo verhit is geraakt. Zo, die valt af en toe. We hoeven ons niet meer druk over te maken. Nu zien we Kasdan Paratus' grootste creatie. Een Junk Titan. Ze zijn relatief simpel als je maar uit een buurt blijft. Zo, dat verlamt hem even. Ze kunnen echt heel slecht tegen lightning, deze wezens. Maak daar vooral gebruik van. Gelukkig heb ik daar een Sith Holocron. Zo'n Destruction Holocron is heel handig. Kijk, oh, ja. Sorry jongens, dat spijt me. We zullen die Junk Titan moeten bewaren voor de volgende keer. Ik zie dat de tijd bijna op is. Alsjeblieft like, comment en subscribe. En ik zie je bij de volgende part tegen de Junk Titan. Tot volgende week.